Hey, dit is Martin van OT Regenwoud. Ik sta hier niet in het reservaat, nog. Want achter mij al het groen, dat is het perceel wat we aan willen kopen. We zijn vandaag op verkenning om te kijken hoe het erbij ligt, hoeveel bos er eigenlijk nog is. Nou, we hebben net een half uur echt een prachtig bos gelopen. Allemaal naar beneden naar deze rivier, de Rio Surubre. En dit is dan, als we het aan kunnen kopen, de nieuwe grens van het reservaat. En het mooie is, het is niet zomaar een grens. Want dat, aan de overkant, dat is het Nationale Park. En dat is zo fantastisch mooi en zo oneindig groot. Dat is Bodilla en dat ligt in La Amistad Internationaal Park, heet het volgens mij. En dat gaat helemaal door tot in Panama. Dus vanaf hier is het aan één gesloten bos tot aan Panama. We hebben al sporen gezien van katachtigen. We hebben net twee kolibriesoorten gespot die nog nooit gezien waren in het reservaat. Eén daarvan de landsbil, een hele bijzondere in Costa Rica. We hebben de Red Cap Mannequin gezien, eigenlijk de Michael Jackson Bird. Zoek dat maar eens op YouTube. Heel bijzonder leuk vogeltje. Ja, ik word hier zo intens gelukkig van. Dit is zo fantastisch mooi. Ik hoop dat ik het over kan brengen op iedereen die bij wil dragen of bijgedragen heeft aan de stichting. Want met Adopteer Regenwoud is het dus gewoon, dit realiseren we met z'n allen. Naast al die andere mooie projecten is dit natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Het regenwoud beschermen. En het is zo prachtig mooi, zo groot, zo immens. Ik probeer het een beetje te laten zien zo. Tegen licht en een cameraatje in een telefoon. Dat zie je natuurlijk nooit, maar ja, daar staat zo'n boom die is zomaar 70 meter hoog. Dit is prachtig, echt fantastisch. Kijk, en hier zitten er twee oprichters, Maarten en Matthijs. Zitten lekker even uit te rusten van onze toch best wel intensieve tocht. Dus allemaal echt onwijs bedankt voor jullie bijdrage. En keep up the good work. Van jullie kant alle beetjes helpen. Ik heb het al eens eerder gezegd. Niet wij drieën zijn de stichting. Of niet het bestuur is de stichting. Maar wij allemaal. Ook de donateurs, alle sponsoren. Iedereen die op zijn of haar manier bijdraagt. We vormen allemaal de stichting. En dit prachtige resultaat. Het is echt heel mooi hier.